U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wolkenvelden zijn er wel in onze omgeving, maar ze zijn op de satellietfoto slecht te zien. Ze komen hier en daarvoor in Brabant, in Zuid-Holland, ook in Utrecht en ook in Limburg van tijd tot tijd. Maar de zon schijnt ook en dat betekent dat het op zich een vriendelijke dag is. Vanochtend temperaturen van 2 of 3 graden, vanmiddag loopt het kwik op naar een graad of 8. In het algemeen gaan de wolkenvelden wat meer oplossen, betekent dat de zon veel ruimte krijgt. Er staat wel een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, 4 tot 6. Vanavond neemt de bewolking verder toe en in de loop van de avond zouden we in het noordwesten van het land wat lichte regen kunnen vallen. In het oosten blijft het nog helder en koelt het snel af. De temperaturen liggen morgen rond 6 of 7 graden. In het algemeen is het bewolkt, misschien een klein beetje zon in het zuidoosten en oosten, maar verder dus de wolken en perioden met regen. In de ochtend is het wat langer droog, maar in de middag wordt het weer een stuk natter. Een matige tot vrij krachtige wind staat er ook zaterdag. Dan draait de wind naar het westen. De lucht wordt kouder en dat betekent dat er buien gaan vallen met kans op hagel, onweer en ook natte sneeuw. Temperaturen van 5 of 6 graden en vooral in de middag weer wat zon. Zondag is het langere tijd droog, maar het blijft wisselvallig met laat op zondag weer kans op regen en maandag buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl